Ik ben Roel Wester. Uh, ik ben uh, ook Pitmaster X. Van oudsher ben ik een YouTuber. Dat ben ik tegenwoordig niet meer. Ik ben een content creator. Wij, want we zijn met ons een team, maken uh, online content om uh, mensen te inspireren om te barbecuen. Pitmaster X is ontstaan eigenlijk uh, uh, door Roel die uh, het leuk vond om te barbecuen en dat graag wou delen. Eigenlijk meer een mediabedrijf zijn we geworden. We zijn nu een team van, uh, van vier mensen. En uh, we proberen dat team klein te houden, gezellig met elkaar, lekker barbecuen en uh, lekker content creëren. In het begin haalden we al onze inkomsten uit YouTube. Je ziet zeg maar, dat door de jaren heen dat continu ieder jaar geïndexeerd wordt. En dat eigenlijk is dat geen businessmodel meer. Het doel van Pitmaster X is het, uh, het inspireren van mensen om te gaan barbecuen. En dat doel is eindeloos. Dus alle middelen zeg maar, die wij kunnen inzetten om mensen te inspireren om te gaan barbecuen... Die zetten we in. Wat wij dus doen is video's verkopen eigenlijk. Aan, wij noemen dat dan sponsoren, maar dat zijn barbecue merken. Ja, een ontwikkeling van alles. YouTube, alle social media platformen die er dan bij komen. Wordt steeds groter, je doet steeds meer. Er begon ook de behoefte te komen om het weer te verzamelen. Weer bij elkaar te brengen. Voordat wij met Antwerpen gingen samenwerken... hebben we ook al verschillende pogingen gedaan... om zo'n website in de lucht te krijgen. Alleen liepen we te gewoon tegen een aantal technische problemen aan. Om iets custom neer te kunnen zetten heb je verschillende vakgebieden nodig, van designkant tot de echte technische ontwikkeling. Om die mensen bij elkaar te brengen heb je eigenlijk een grote team nodig en vooral ook een technisch team die in staat is om dat te, te kunnen maken. We wisten heel goed wat we wilden bouwen, hoe het eruit moest zien, waar het aan moest voldoen. Alleen hoe je dat dan doet, zeg maar die techniek erachter hoe je dat moet bouwen, daar ontbrak ook echt bij onze kennis aan. En die realisatie kwam in dat proces. Het heeft ons uiteindelijk wel, uh, ik denk, zo'n twee, drie jaar geduurd voordat we daar waren. Maar uh, toen wisten we wat we echt nodig hadden. Enrise heeft voor ons een platform gebouwd, waarop wij al onze recepten kunnen posten. Maar ook met de video's die we maken, zeg maar, erbij. De uh, partners met wie we samenwerken, daar is plek voor onze short content. We willen dat de gebruiker uh, zo, zo snel mogelijk kan vinden wat hij zoekt. En dus optimaal gebruikersgemak. En tegelijkertijd moet hij het gevoel hebben dat hij op een social media platform zit. Maar dan niet zomaar een social media platform. Maar Iets uh, Wat super goed functioneert. Hoe zorg je ervoor dat datgene wat je in je hoofd hebt, wat je natuurlijk heel makkelijk ook in veel simpelere systemen kan bouwen, maar wil jij het uh, wereldwijd doen, snel toegankelijk uh, en op daarop voortbouwen, wordt het in één keer een hele complexe vraag. En die vertaling, daar hebben we echt Enrise bij nodig gehad. Voor mij was de discovery phase uh, zeg maar als creatief persoon uh, wat lastig, want je hebt in je hoofd stiekem al een beeld van wat je wil. Maar um, toen we de discovery phase, toen we erin zaten en het daadwerkelijk deden, kwamen er zoveel dingen bij dat ik dacht van hé, hey, dat zijn allemaal bouwsteentjes die daarbij horen. En dan heb je al een heleboel wat je van je denkt, nee, dat niet en dat niet en dat niet. Maar dat kun je dan ook benoemen. Dus je kunt dan ook zeggen van ja, maar. 30% wel en 70% niet. Je had niet zo heel erg een opdracht Nee, we deden het samen. Het was onze website die jullie bouwden en wij, nou ja, het gedrag goed erachter, maar het was een echt een gezamenlijk iets als team. Het fijne was, zeg maar, dat EnRise ook in staat is geweest om wel, zeg maar, iets te bouwen waar ik me heel uh, comfortabel bij voel als product. He, dat ik dat heel goed dicht bij een uh, eindresultaat kom. Waar ik naar op zoek was, zonder dat ik uh, hele grote concessies heb moeten doen. Want uiteindelijk hebben we nu geen app, maar we hebben wel een website. Maar als je onze website gebruikt, dan voelt het aan als een app. Jullie hebben heel scherp waar begint iemands verantwoordelijkheid en waar eindigt die. En er zit altijd een klein stukje overlap. En daar, iedereen die ik gesproken heb bij EnRise, is ook bereid om zijn collega te helpen. Niet van, ah oh ja, hier stopt het en dan. Zoek het maar uit. Nee, jullie zijn bereid om. Uh, en ja, dat spreekt mij persoonlijk echt heel erg aan. En dat vond ik ook fijn in die samenwerking. Uh, dat iedereen denkt mee en helpt. En ja, en als het dan gedaan moet worden, ja, dan weet iedereen. Ja, maar dat is Jantje, Pietje of Klaas' verantwoordelijkheid. We hebben uh, een heel groot stap in ons doel gezet. Om mensen te inspireren om te gaan barbecuen, Hindernissen bij hun weg te halen. Om dingen te kunnen doen. Ja, daar hebben we een enorme stap in gezet. Daar uh, dat dat mensen nog sneller nog makkelijker kunnen gaan barbecueën